De Stichting Kracht uit Kwetsbaarheid organiseert in maart een themaweek over geestelijke gezondheidszorg. Daarover praten we met het echtpaar Kervel uit Sittard, hier aanwezig, Sandra Kervel als zijnde initiatiefnemer en Rini Kervel als penningmeester van de organisatie. Sandra, om met jou te beginnen, wat doet uw organisatie eigenlijk? Onze organisatie organiseert activiteiten voor mensen die in de GGZ werken of zelf een kwetsbaarheid hebben en in behandeling zijn binnen de GGZ. Wat voor soort activiteiten zijn dat dan? We beginnen met een lunch en een opening. En bij de opening zijn er sprekers die zelf vertellen hoe zij veerkracht ervaren. Vanuit verschillende invalshoeken. We hebben muziekvoorstelling, theatervoorstelling, open dagen, beweging. Gewoon een heel scala waar voor iedereen wat tussen zit. Ja, u heeft samen een stichting, maar er zijn neem ik aan meer mensen bij betrokken dan u twee. Ja, er zijn een heleboel organisaties bij betrokken. De gemeente Sittard, Geleen, Burgerkracht, Ron Fysiotherapie. Het zijn er eigenlijk een heleboel waar we heel blij mee zijn, die op welke manier dan ook een bijdrage leveren, of financieel, of menskracht, of wat dan ook. Maar ook de werkgroep. Om een themaweek te organiseren, daar komt toch wel een en ander bij kijken. Meerdere organisaties, meerdere actoren. Financieel lijkt me ook een behoorlijke opgave. Of valt dat nogal mee? Op zich valt het mee, alleen je wil inderdaad zelf de controle houden van hoe je inderdaad je activiteiten kan organiseren. Dus dat is ook de reden geweest om de stichting op te richten, die bewust kracht uit kwetsbaarheid heet, om in aanmerking te kunnen komen voor subsidies, zodat je kan verantwoorden aan je subsidiegevers hoe je de activiteit organiseert. Ja, het gaat om een thema week, meerdere activiteiten gedurende meerdere dagen en ook op meerdere locaties. Een aantal activiteiten vinden plaats in de gemeente Sittard-Geleen, maar ook bijvoorbeeld Maastricht. Als we kijken naar de eigen gemeente, vanuit Sittard-Geleen dan, uw woonplaats bekeken, wat kunnen we daar verwachten? Eigenlijk vindt 80% plaats bij Theater Carousel, op de Jupiterstraat in Geleen. En de workshops die op woensdag zijn, die vinden plaats bij Burgerkracht Limburg in Sittard. Ja, en wat voor thematiek komt daar aan bod? Eigenlijk hoe mensen kunnen ervaren om hun veerkracht te ontdekken, van wat kan ik goed. En om inspiratie te krijgen om daar op een andere manier mee om te gaan. Dat geldt voor cliënten, maar dat geldt ook voor hulpverleners en ook voor familieleden. Want uiteindelijk heb je die ook nodig om weer te kunnen herstellen. En dan steeds bekeken vanuit het spectrum van de geestelijke gezondheidszorg. Ja. Ja. Sandra is de initiatiefnemer. U bent de echtgenoot, maar ook de penningmeester van het verhaal. Zoals gezegd, hoe knap is dat eigenlijk, wetende dat Sandra ook ervaringsdeskundige is om zo'n organisatie op poten te zetten? Ja, dat is knap. Maar aan de andere kant word ik ook wel eens als ervaringsdeskundige gezien, omdat je het niet geïsoleerd hebt, maar inderdaad ook naasten zijn betrokken bij de kwetsbaarheid. Er zijn ook hulpverleners geweest die hebben gezegd van ja, met jouw problematiek kan je zoiets niet organiseren. En daar is eigenlijk inderdaad de drive uitgekomen van het is af en toe spannend, maar ze kan het wel organiseren. En door samen inderdaad te kunnen sparren en als kern van de stichting samen met de werkgroep die het wel verder organiseert, houden we inderdaad de spanning behapbaar en krijg je toch een mooi resultaat. Ja, want wat was uw drive om dat net te gaan organiseren als zijnde een ervaringsdeskundige in de GGZ? Zelf heb ik angst- en depressiestoornis. Ik heb heel veel therapieën gehad. Ik heb heel veel lotgenoten om me heen gezien die ook een kwetsbaarheid hadden. En heel veel mensen hadden eigenlijk niet de betrokkenheid vanuit familie. Wij hebben altijd bij elke therapie gezorgd dat we na 6 weken een evaluatie samen kregen. Want ook de partner ziet veranderingen en moet daarmee dealen. En voor mij is daarom de hoofdreden om hulpverleners, naasten en cliënten samen te laten werken. Ja. Mensen die meer informatie willen, misschien willen deelnemen vanuit eigen ervaringen of misschien ook als beroepskracht, waar kunnen zij terecht? We hebben een hele mooie website en die heet ggzinspiratie.nl. Echtpaar Kervel, Rini en Sandra, dank voor de komst en veel succes in maart met de organisatie. Ja, dank u wel.